De controle van lijn- en pendelbussen op openbare busroutes in het district Para zal verder gestalten krijgen met de opzet van een dependance van het directoraat Transport te Onverwacht. Wij namen een kijkje in het district om getuige te zijn van de werkzaamheden. Meneer Marejo, u bent hoofdcoördinator van busdienst hier te Para. Er komt een dependance hier gevestigd op het commissariaat. Denkt u dat het dan beter zal werken en daar nu een dependance geplaatst wordt op Para? Oké, dat er nu een dependance hier op Para komt voor de controledienst, zal dat heel goed en efficiënt werken voor de controledienst van openbaar vervoer. Omdat we eigenlijk een landelijk openbaar vervoer hebben en dat ding loopt niet altijd zo goed met de controle. Omdat we eigenlijk geen goede accommodatie hebben voor onze mensen. We hebben hier een paar mensen in dienst, misschien 3 of 4, maar die mensen hebben geen plek. En goed bekeken hebben we een aantal vergunninghouders die in Para rijden. En we kunnen geen goede controle op die mensen uitvoeren, waardoor we veel klachten krijgen vanuit de samenleving, vanuit de passagiers, dat er niet gereden worden of niet optimaal. En dit is voor ons een hele grote pluspunt voor een goede controle. En ook wat betreft de automatisering. Die mensen kunnen vanuit hier alles via de PC of via de mail doen naar de stad. Op en neer te rijden en dat soort dingen. Dus dit betekent heel veel voor ons. Hoe zal de controle eruit zien? Oké. Het gaat namelijk de eerste controle op de bussen. Wordt er wel gereden, wordt er niet gereden. Maar ook wat betreft rijgedrag en als die chauffeurs eigenlijk voldoen. Want ieder chauffeur dient een chauffeurskaart te hebben om zo'n bus te vervoeren. Dat zijn zo'n beetje die dingen waarop wij letten. En als zo'n buschauffeur zich niet houdt aan de regels, zullen er dan weer maatregelen getroffen worden? Ja, indien een chauffeur zich niet houdt aan de regels, er zijn vergunningsvoorwaarden, dan zal er dan conform de vergunningsvoorwaarden sanctie dan getroffen worden tegen zo'n buschauffeur of vergunninghouder. En dan zullen de maatregelen hier op Para zelf genomen worden of zegt u van hieruit zal het doorgestuurd worden naar de stad en de stad die zorgt voor, die gaat de maatregelen dan treffen? Nee, dus dat zeg ik toch. Met dit zijn we dan makkelijk op één lijn. Alles kan via makkelijke communicatie, dat is zeer belangrijk. Dus die rapportage wordt gedaan. Voorwaarden ligt daar, je weet precies hoe te handelen. En dan krijgen wij de rapportage in de stad. Wat is uw oproep naar de samenleving van Para als ze geconfronteerd raken met buschauffeurs die zich niet houden aan de regels? Oké, ten eerste zal dit heel goed zijn voor de Paranen. Want hebben ze nu wel een plek waar ze een beklag kunnen doen? En hebben wij ook een plek als overheid van waar wij kunnen opereren om die chauffeurs of die vergunninghouders aan te pakken? Wat betreft aanvraag voor vervoer waar er geen vervoer is, kan ook geschieden via deze plek en daar wordt het doorgestuurd in de stad. Wij bevinden ons momenteel hier op het commissariaat van Para, waar er enkele ontwikkelingen gaande zijn. Eén daarvan is de bouw van een container hier voorin. Als u ons uitleg kunt geven wat de bedoeling hiervan precies is. Kijk, u moet hem zien in het kader van het decentralisatieproces dat al een aantal jaren gaande is. Waarbij het noodzakelijk is dat vanuit de regering het beleid ook verder ondersteund wordt naar de diverse districten. Wanneer wij een ministerie van TCT hebben, dan begrijpt u dat ook dat ministerie een dependance hoort te hebben in het district Para. Niet zozeer omdat het TCT genoemd werd, want het valt nu onder het ministerie van Openbare Werken. Maar Transport is nog steeds een onderdeel van het beleid van de regering. En in dat kader denk ik dus dat de regering besloten heeft en het ministerie dus de opdracht gegeven heeft om Transport, het directoraat Transport, dan ook dichterbij te brengen naar de districten. Para is één van ze en dus wat u hier ziet, wat hier zal verrijzen, is dus een kantoor waarbij er vanuit dit kantoor dan de controle op de bus, de particuliere bussen, zal worden opgevoerd. Hoe werd de controle van de particuliere bussen voorheen gedaan?
Vanuit de centrale, vanuit het ministerie, vanuit Paramaribo om het zo te zeggen. Hè. Maar nu is het beleid erop gericht, dus dat ook in het district er controleurs worden aangetrokken om dit werk te doen. Hè. Waardoor wij, en als ik zeg wij, dan praat ik dus namens de passagiers van het district. De mensen dus die veelal gebruik maken van het particulier vervoer. Dus dat er zorg gedragen wordt dat ze zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. Nou hebben we dus ook een gegeven dat in Para niet zo lang geleden gestart is geworden met pendelbussen, lokaal transport, waarbij dus, omdat Para ook zo groot is, er een project is uitgevoerd en het is nog steeds gaande om de mensen vanuit de verre gebieden te transporteren. Dat ze niet hoeven te voeteren of lange afstanden hoeven af te leggen. Waar dus, we noemen dat de pendelbussen, dus die rijden in alle uithoeken van het district en zorgen ervoor dus dat waar de particuliere bussen niet komen, dat zij dus wel komen. Dus het is een service naar de bevolking toe. Het moet verder gestructureerd worden en dat zal ook van hieruit gebeuren.